Hey iedereen, van harte welkom op mijn YouTube-kanaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de geweldige serie van The Last of Us Remastered. Al zeg ik het zelf, hè? Als maker zijnde van een serie of video is best raar om te zeggen bij deze goede serie, maar het is gewoon een goede serie, punt. De game, daar valt geen slechte serie van te maken. Het is gewoon op en top den à den. Het is precies in mijn straatje. Het is de game die in 2013 mijn kanaal liet groeien. En de game die in 2020 mijn kanaal een soort van de cirkel rondmaakt ter inleiding van deel 2. Ik vind het super om dit opnieuw te doen. Ik zit op en top te genieten. Welkom bij aflevering 7. Ik hoop dat jullie ook genieten van de serie en daarmee een like achterlaten. Dat zou mijn kanaal, de serie en de video helpen. Je kan natuurlijk abonneren mocht je een nieuwe kijker zijn. En zou je mij extra willen supporten, dan kan dat met een Denaden lidmaatschap. Meer info daarover vind je in de videobeschrijving. Laten we eerst eventjes nog door deze keuken lopen, door dit huis lopen, om aan het begin van deze aflevering wat spulletjes op te pakken. Materialen. I'll give you a holler. Is cool man. Ik ga natuurlijk beginnen met dit allemaal eventjes uit te checken, spulletjes op te pakken. Kijk, zie je, er ligt aardig wat hoor. En daarmee kan ik uiteindelijk weer upgraden, bommen maken, molotovs maken, medicijnen maken en zoals je ziet, er liggen ook collectibles. Dit was een briefje van Frank, de partner van Bill. Ik denk niet dat je dit briefje ooit zult vinden, aangezien je hier toch nooit durft te komen. Maar mocht je dit briefje uiteindelijk toch vinden, ik wil je laten weten dat ik scheidhekel aan je heb. Ik ben het suffe dorp en je koppigheid helemaal zat. Ik wil meer uit het leven halen dan jij. En die stomme accu waar je het altijd over had, die heb ik. Toch denk ik dat je gelijk had. Als ik dit dorp probeer te verlaten, dan wordt dat me dood. Dat is nog altijd beter dan langer bij jou blijven. Succes, Frank. Of Frank. Dat is heftig. Ik had niet verwacht. Toen was ik even vergeten dat die partner scheidteken aan hem had. Hij is dus wel al half geturnd. Of hij hangt er al een flinke tijd. Waardoor hij gewoon is gaan bederven. Geen fijn uitzicht. Ready? You gonna be okay with this? Yeah, not a problem. You're doing a good job. I figured you should know that. I won't let you down with this. Echt jongens, Ellie is zo'n topper, is zo'n lieverd, haar voice acting is zo goed en haar emoties zijn zo menselijk. 8, dat is best wat. Ik kan hem. Of ik kan dat doen. Laten we eerst even een optioneel gesprekje halen. Bill, I found this in there and I figured you should have it. That's how you feel. Well, fuck you too, Frank. Fucking idiot. You ready to go? Yep. All right, let's do it. Put her in first. Already did it. Just keep your foot on the clutch. And when we get to... I know how to pop a clutch. How the hell did... You know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now, hit it. Hit it. Perfect. Hey, good job, kid. Oh, come on. Oh, no. Shit. Yes, 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 hij gaat rollen. Gelukkig is het downhill. Stel je moest hem een heuvel opduwen. Just
Nee joh. Fuck, ik moest herladen. Oh, dat is het einde van Joel. Fuck my day up. You know that, Joel. What? Get her to that hill. Lekker man. We hebben alles opgepakt hier. Yes. Yepa. Let's go man, let's go. Let's get it. Downhill. All right, Ellie, get ready. All right, Ellie, start it up. Hear that sound, Bill? Yeah, well, that means he's back here. Get the fucking truck! Joel, leave him! Let's get out of here! This'll do! Stop! Waarom kan zij rijden? Just keep her running, alright? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square. We're square. And get the fuck out of my town. Als hij nou ooit een keer aardig gaat doen tegen de mensen om hem heen, hebben ze niet allemaal zo'n pleurishekel aan hem. Oh, man! Hey, what happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? I'm not even tired.
Well, perfect. Now what? Screw it. The breath in the valley is starting to die. Easy! Please! Holy shit! Help! Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Alone in the sick of my feet and my stand. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Hope you understand. We met in the springtime. I'm okay. Then get out, quick. Net een klootzakken, jongen. Shit! Kom op me, you chicken shit! Oh shit, glas. Fuck! Kijk hoe lelijk die gast ook is. Fucking hell, man. Fucker! What is wrong with these guys? Yeah, ja, catch your breath. We're leaving. Okay. Watch out! Stay down! Zie, de hele wereld verwildert gewoon. Op het moment dat je 20 jaar na zo'n pandemie bent. Hey! Godverdomme. Niet te weten dat dat ding weer moet herladen. What the fuck? Ik wist niet eens dat hij daar was, joh. Ik heb dit. Check inside. You, check the street. I'm fine, asshole. Godver. Ik kan ook niks gooien als ik nu toch eens bommen had. I got him. Got you, boys. Nul. Oh man. All right. I think that's the last of them. Ik ben helemaal brokko. You okay? Yeah,
I guess so. Good, because we need to get the hell out of here. You know the drill. Look around, see if there's anything we can use. Roger that. Godverdomme man, we zijn gewoon compleet in zo'n... Ik wil het niet booby trap noemen, hoe noem je dit? Ja, ik zit allemaal woorden in mijn hoofd. Wegversperring, blokkade, hoe noem je dat? Dat ze het ver hebben opgezet. En... Godverdomme, ik heb het laatst ook in Call of Duty gespeeld. Dat ze de Russen verrassen met zo'n verrassingsaanval. Nou, nevermind. Laten we gewoon verrassingsaanval doen. Ik kan niet op het woord komen. Dit is fucked up, man, want... Zeker als je beseft dat we hier best wel belangrijke materials hebben verpest. Ah, daar moeten we heen. Toppie. Ah, wel nog even rondkijken. Ik voel me best wel zwakjes nu, man. Ik ben echt keihard aangevallen. Ellie vindt het overduidelijk niet zo erg. Yeah, we sure as hell ain't going back this way. Yeah, we sure as hell ain't going back this way. Geen idee waarom ik dat twee keer zei. Misschien omdat ik... triggerde wat hij zei en toen meteen weer terugliep, waardoor hij het twee keer ging zeggen. Maar goed. Oude game, hè. Zie, hier liggen dan wel weer aardig wat spullen. Ik wilde alleen heel graag mijn alcohol gebruiken voor Molotov cocktail. Die zijn gewoon heel overpowered als je dan enemies naar elkaar toe lokt en dan een Molotov cocktail gooit. Of een bom of zo, maar... In the end... heb ik er medicijnen van moeten maken. Ook belangrijk. There we go. See if we can get it propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go! Oh, jeez. Inderdaad. Het waren dus of kannibalen, maar je zag het ook al aan die ogen. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, die ogen van die gast die Joel aanviel en zijn nek op die spies wilde stoppen, zeg maar. Die punt van glas in die vitrine. Daar zag je wat voor complete wouwen het waren. Dus of ze zijn lijken aan het legeroven, omdat ze gewoon buiten willen. Het zijn een soort raiders. Of het zijn kannibalen, maar dat gaan we denk ik nu zien. Ja, zie je, het gaat echt om de spullen die ze bij zich dragen. Fucking hunters. See, this could have been us. That is a lot of people that didn't make it. I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. Ja, kijk, nou gaat hij het zichzelf kwalijk nemen. Omdat zijn voorgevoel juist was. Alleen ja, dit kon je niet weten, man. Een rookbommetje is wel handig, ja. Gereedschapsniveau 2. Stel je slaat dat per ongeluk over, dan bereik je dat gereedschapsniveau gewoon niet, hè? Dit hadden wij kunnen zijn. Dus doen zo'n soort van verrassingsaanval, vermoorden degene wie aangereden komen of aangelopen komen.
En stelen vervolgens helemaal leeg. How did you know? Know what? About the ambush. Ambush, dankjewel. I've been on both sides. So, you know a lot of innocent people? I'll take that as a yes. Take it however you want. I guess this is where the assholes sleep. And then slept. Zie het echt als Raiders inderdaad. Dat de wereld helemaal fucked up is. En in het Mad Max precies hetzelfde. Het is een complete dagelijkse hunt op materials, gereedschap, geld, drugs, alcohol, alles weet je wel. Gewoon maar om het leven en alles te vergeten. Weer een upgrade die fucking handig is. Verbanddoos is 33% effectiever door dit. Zoeken wordt beloond. I love it, man. Sommigen lopen hier echt door, geloof me. Het is gewoon zo. Twee deuren, twee kanten op. En ik kies de verkeerde, of niet? Oh, I don't think these guys were infected. Pittsburgh zijn we nu, hè? Let's just keep moving. Ze hebben het over die. Gewoon inderdaad een lijkenstapel gewoon verbrand omdat het zulke wouzen zijn en ze moeten ook van die lijken af natuurlijk. Kijk, dit is wat ik wilde. Ik maakte alleen de verkeerde keus met de deuren. Een hinderlaagkaart. Dankjewel, een hinderlaag. Gelukkig laat de game het me weten, want anders, dat moeten jullie ook wel herkennen, dan blijf je maar denken tot je dat woord hebt gevonden als je ergens niet op kan komen. Het is heel, heel vermoeiend. Let's see what we got. Ik heb heel weinig tandwieltjes, blijkt. Ik heb alleen maar een holster kunnen doen. Zie je? Dan kan je snel switchen. Man, de lichtval is zo mooi. Het is echt een totaal andere wereld als je het vergelijkt met de 2013 versie. Wat natuurlijk ook niet zo gek is, maar het is echt wel een partijtje genieten, hoor. All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. How about you let me go first and keep your voice down? Okay. Ik weet dat ik al heel erg om kon lachen in 2013 en het is gewoon weer het geval. Want Ellie is zo'n goede character. Daarom houden ook zoveel mensen van haar. Ze hebben haar zo menselijk neergezet en zo humoristisch en zo onschuldig, weet je wel. Dat is waarom ze zo geliefd is. Hey, ze kan fluiten. Oh, good. Something else you can drive me crazy with. Ah, kut. Ik kan niet. Ik kan niet terug. Ik wilde terug naar de werkbank, maar helaas. Oh, dit is zo grappig gedaan. Hoor er nou. Als er iets belangrijk is, is het even om dit aan te maken. Ik heb hier een bom. Nog een mes. Melee-wapen upgrade. Molotov kan ik nog steeds niet maken, though. Rookbom. Waar gaan we voor? Bom of dit? Ik heb 30. Hé, hey, bepakt en bezakt. Mijn eerste trophy, hè? Mijn eerste trophy van The Last of Us Remastered. Want de trophy list, ik zei het al aan het begin in de allereerste aflevering. Maak alle voorwerpen. Oké, die komt vrij snel. Ik zei het al in de eerste aflevering. De trophy list van deze game is die. Hij is echt die. Genees snelheid. Maak snelheid.
Luisterafstand, gezondheidsmaximum. Ik denk dat we gaan sparen voor een gezondheidsmaximum. En daarna steekwapenexpert, hè? Dus eerst gezondheid, dan steekwapen. Waarom? Ik speel op moeilijk. Dus we hebben uiteindelijk echt wel onze gezondheid nodig. Ellie, found another one of them comics. Dat is ook zo leuk, dat zij daar dan vet happy mee is, weet je wel. Dat is natuurlijk weer een referentie naar de vorige cutscene. En dan heb zij weer een stripboek om te lezen. What happened here? Ja, what happened here, ja. Your fellow hunters do this? Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in. So they killed them? And dead people don't get infected. You sacrifice the few to save the many. It's kind of shitty. Yeah. It is. Mensheid. Ja, je ziet gewoon, ze hebben vanuit totale paniek en chaos hebben ze gehandeld. Omdat ze hier gewoon bij de quarantine zone. Zie je? De Pittsburgh Military Zone of Quarantine Zone, hoe je het noemen wilt. Daar hebben ze gewoon op deze onschuldige mensen die hier in de file stonden, hebben ze op moeten schieten. Omdat niet iedereen daar paste en er ontstond waarschijnlijk chaos. Hier. What was that? Wow. No. Ellie, get down. Where did you learn to shoot? Fuck. You hit nothing. About to hit you. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. Thanks. Nice. Ze geeft me gewoon hunting rifle ammo. Where the hell are those guys? They're supposed to be here. No, they're on the highway shift. Wouldn't be surprised if we have another batch of tourists. Spots a gold mine, lucky bastards. See if there's anything you can forage while we wait for him. Ain't nothing here. Let's keep going. Did you hear that? Yeah, I heard it too. Watch it. Oh, deze serie en game is genieten geblazen, jongen. Hey, where'd you go? You guys spread out. I'm going over this way. Let's check over there. Is hij gestikt? Is hij gestikt? Hè? Huh? Wow, kun je mensen gewoon compleet laten stikken met rookbommen? Nee, nee, nee. Ik moet die hebben. Dankjewel. Pijltje? Of is het gebroken pijl? Nee, is gebroken pijl. Okay. Hey, we can climb the bus right here. Goeie El, kom maar aan. Okay, we need to lighten the mood. Ready? It doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary.
Oh. What is that? A moppenboekie. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. What did the Confederate soldiers use to eat off of? Civilware. Uh-huh. What did they use to drink with? Was dat het? Of heb ik nu een interactie gemist? Ik hoop het toch niet. En er was hier die guy, die gaf ik die headshot. Hier nog iemand. Ik ben gewoon één hele gast kwijt. Ik moet het ook echt even op de opname terugchecken, want ik snap er even helemaal niks van. Als ik dit later monteer, ben ik heel benieuwd wat er gebeurde op het moment dat ik die rookbom gooide. Bridge looks pretty far. We'll get there. Whoa. It's strange seeing a checkpoint with no soldiers. Well, this is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Een briefje van Last Hill. Give us our rations. We zijn Troy Hill kwijtgeraakt aan een stelletje klootviolen met wapens. Die eikels zijn wel slim. Ze hebben eens van onze mortieren gejat. We maakten geen schijn van kans. Nu ze Troy Hill en Strip District in handen hebben, zijn zij de baas over de rivier. Wij zijn de helft van onze manschappen kwijt. Ik hoop dat Jeremy en Pam nog leven. Ze zitten aan de andere kant van de rivier. Why wouldn't they give them their food? Sometimes they ran out. Most times they just held on to it. That never happened in Boston. Trust me, it happened all the time. Denk dat we daarheen moeten, ja. Maar is hier nog iets? Een deur die op slot zit. Een military safe zone. Let's go, L. You'll die before we starve. Ja, is het weer zo ver? Ja, me too. Just keep it down while we're going through this area. Ik kan niet wachten om iets van silencers in de game te vinden. Ik weet niet eens of dat erin zat. Hoe perfect is het dat je gewoon naar een auto toe loopt, naar een motorkap, een silencer vindt, zo'n olieding, en er dan een suppressor op zet? Volgens mij zijn het allemaal dingen die makkelijk in deel 2 gestopt kunnen worden. Volgens mij zit dat niet in dit spel. Dank je. What is that really gonna give us? I don't know. Maybe we find some gas, get some more generators going. I'd like to restore one of those old projectors, watch some movies or something. That shit ain't happening. I've heard that expansion talk way too many times. Let's go! Joel, guys, you're right! I got this! Ik ben een beetje stil, maar ik zit eigenlijk gewoon mijn aanpak te bepalen. En dus vooral ook een beetje te kijken hoe ik op een goede manier langs ze kan komen. Want ik wil natuurlijk ook niet al mijn ammo verspillen. Is die ene weggelopen?
Ja, die ene is naar boven gegaan. Go check downstairs. You, go check over that way. What the fuck? Het klikte overduidelijk op het driehoekje zodat ik hem pakte. Headshot. Klaar. Alright. So far so good. Maar er komen er nog meer aan. Hoe kan je dit ding inzoomen? Switch naar degene waar ik de meeste van heb. 6 shells. Hey. Best wat spullen. Oh, daarboven ook, hè? Volgens mij liet hij zijn wapen vallen. Er moet hier ammo liggen nu. Ja, of niet. Of Ellie pakte het op tussen aanhalingstekens. Wow. Firefly metal. Make it count, Joel. Come on, shoot yourself. Copy in twee. Ah, dit maakt wel kapot veel geluid, man. Oh, daarachter nog. Nog meer? Naar boven alleen, hè? Alright, dan gaan we naar boven. Pakken we die erbij. En dan gaan we naar boven. Meeste dingen hier gedaan, meeste dingen hier opgepakt. Wow, 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 wow. Het zijn er echt veel, man. Wat de hel. Ugh!
Oh man. So far so good. We hebben echt een goede aanpak. We gaan er goed doorheen. Dit zou sick zijn. Kut. Hij ging helaas net lopen. Too damn close. To the edge of the universe and back. Endure and survive. Excuse me? Savage Starlight. The comic I've been reading? It's what the hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay. Helaas is de pijl kapot. Waar is de enemy heen, though? Hé, hey, deze pijl heb ik misgeschoten. Maar die kan ik wel nog oppakken, gelukkig. Beetje vreemd dat de enemy wie ik raakte überhaupt met de pijl, dat die niet meer te vinden is nergens. Van dit soort hoekjes, ik weet niet, van dit soort hoekjes krijg ik echt zin in koffie, man. Look at all these books. I wish I had more room in my backpack. Oh, so you're a reader, huh? Well, when I'm not running away from hunters and infected. Yeah, I read all the time. Hoe een bibliotheek als deze ook zo kan omturnen tot, tot een compleet apocalyptisch rebellenkamp. Raar is dat, hè? Ja, ik denk wel, als ik zo kijk, ik heb deze herladen. Ik kan helaas geen volgende dingen maken. Een boog. Ik pak wel even de shotgun erbij, die heeft meer shells paraat. Maar verder is dit een best wel groot gebied, maar moet ik hier even rondkijken. Ik kan me namelijk nog in een ver geheugen, kan ik mij herinneren. Dat er hier zo'n optioneel iets wordt getriggerd. Met Ellie. Die gaat dan een moppie lezen, geloof ik. En ik moet natuurlijk ook een oogje in het cel houden voor mogelijke collectibles. Dus ik maak even mijn rondje. Hier hebben we wel iets voor held. Even choppen, toch? Hier zijn zoveel kasten die je dan moet checken. We hebben hier de meeste dingen wel opgepakt. Ga ik even naar beneden. En dan kunnen we daarna verder. Oh ja, wapen. Ook wel handig. Kijk, zie je, beneden is nog een heel gedeelte. Ja. Dit soort kastjes. Oké, okay, volgens mij is Ellie nog boven. Collectibles zelfs. Nice. Briefje verlaat de zone. Van een kolonel. Bevelhebber. Na 14 maanden is de revolutie uitgelopen in een bloedbad. We hebben veel verliezen geleden en staan op het punt de zone te verliezen. Als we hier blijven gaan we er allemaal aan. Ik wacht op uw bevelen. Kapitein. Bla bla bla. We waren het gewoon aan het verliezen. Het leger was aan het verliezen van de rebellen. Rebellen. Raiders. Hoe je ze noemen wil. Snap je waarom ik hier nog heen wilde naar beneden? Zonder in één keer door te lopen. Er ligt hier gewoon best wel veel. Hier is de trap omhoog. Alright. Die gaan we dan zo pakken. Dan kunnen we gewoon makkelijk omhoog. Hoeven we niet helemaal terug naar die andere trap. Van een random book. Oké. Okay. Niks kunnen oppakken. Helemaal niks. Oké, okay, die had ik niet verwacht. Beetje een loze ruimte dus. Je wordt niet altijd beloond voor je zoekwerk. Wat hebben we hier dan? What the fuck? Kijk dan. Ziek.
kaart van verloren gebied. Kijk, 50 upgrade material en bullets. 50 is niet niks. 50 is echt niet niks. Ach, kijk nou. Terwijl ik bezig was. De weg naar beneden. Waarom kan je hierheen dan? No reason. Spulletjes waarmee ik hoogstwaarschijnlijk molotovs kan maken. Nog net niet genoeg. Ja, ik kan mij dus heugen dat ze Moppie ging voorlezen. Of dat er in ieder geval een interactie was in de bibliotheek. Dat is niet gekomen. Kan zijn dat ik per ongeluk heb geskipt. Kan zijn dat ik bezig was met andere spullen. Silence and tolerance is death. Man. You gotta be crazy to string up soldiers. You get people desperate enough, they'll do just about anything. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'd be my bet. Seek. Hebben ze niks? Nee, ze hebben niks bij zich. Benen gebroken en shit, echt nasty, hoor. Let's see where this leads us. Onder andere naar beneden. Nee, we moeten naar beneden. Watch yourself on these drops. Zie hoe goed je moet zoeken voor de kleinste pakketjes met upgrade material waar je dan uiteindelijk misschien, als je genoeg vindt, mee kan upgraden. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de game. I don't think they saw us. Whew. There's our bridge. We're a little closer. I think. Let's keep at it. Come on. Het zijn dit soort kleine dingen, dit soort winkels, dit soort posters van een mooie vrouw. That girl is so skinny. Hier. What the fuck? I thought you had plenty of food in your time. Oh, we did. Some just chose not to eat it. Why the hell not? For looks. That's stupid. Dankjewel, Ellie. Dit is zo mooi aan haar. Dit is dus omdat zij de wereld voor de pandemie, voor de catastrofe niet kende. Zijn dit soort dingen heel apart voor haar. Death for freedom. Het is dus alsof ik het nog wist. Ik wilde net zeggen, dit soort kleine dingen kunnen dus al zorgen voor een interactie. Daarom ben ik ook zo op mijn hoede. En inderdaad, precies naar dat meisje loopt. Ja, is toch apart. Ik heb dat nog onthouden blijkbaar. Kijk, dit is waar zij die strip van leest. Het
De deur met het kruis, wat staat omschreven? I hope there's something good in this one. Ah, dat lijkt me wel. Hij staat helemaal gemarkeerd met een kruis. Ik hoop niet dat het weer een hinderlaag is, jongens. Briefje van een moeder. Mijn zoon, mijn jongetje. Ik heb hem vandaag begraven. Hij nam deel aan een protestactie. En nu noemen ze hem een verrader. Goed dan. Ik zal ze eens laten zien wat de verrader doet. Ik hoor nu bij hen, de rebellen. Ze gaven me een wapen, kogels en een missie. Ik ga dit niet overleven, maar zij ook niet. Hoeveel vaders en moeders zoals ik zijn er nog? Het is een kwestie van tijd voordat de stad valt. Ik sla de eerste baksteen weg. Eva. With that kind of thinking, no one wins. Ik merkte dus, ik was het een beetje vergeten, maar ik besefte mij, als ik dit scherm erbij pakte, hoe lang het duurt voordat je überhaupt kan upgraden. En hoeveel items je wel weer niet nodig hebt om spulletjes te kunnen maken, maar... Het kwam omdat ik in de wereld aan het zoeken was, maar dit soort plekken zitten natuurlijk ook in de game. Een soort prepper voorraden en hidden areas. Zie je? Dit is niet niks, zeg maar. Dit is zoveel dat je vrijwel in één keer kan upgraden. Bij een werktafel, een wapentafel of zoiets. Oh, L, sorry. Want ik heb nu vet veel van die tandwieltjes. En dat is wat ik net weer tekort kwam toen ik mijn wapens wilde upgraden. In ieder geval jongens, met dit prachtige uitzicht ga ik jullie bedanken voor het kijken. En het liken, de support op de aflevering. Dit was aflevering 7 van The Last of Us Remastered. En in de volgende episode zijn Ellie en ik terug met het vervolg van dit verhaal.